Wervel. De lichtsculptuur die in de parkeergarage van het Forum hangt, is genomineerd voor een belangrijke internationale architectuurprijs. Het kunstwerk is door kunstenares Nikki Asman gemaakt in opdracht van de gemeente Groningen en Kunstpunt. Wervel is genomineerd voor een hele bijzondere internationale prijs, de Media Architecture Biennale Award. En dat is in de categorie ruimtelijke mediakunst. Het is eigenlijk een dubbelzijdige LED-scherm wat je hier ziet en dat verbeeldt turbulentie. Je ziet allerlei natuurverschijnselen, niet letterlijk, maar geabstraheerd. Als je goed kijkt, dan zie je water, wind, tornado's, vuur, lavastromen. En wat je hier eigenlijk ziet, is ook een beetje een voorproefje van wat je hierboven gronds te zien krijgt. In het Forum is natuurlijk film te zien, innovatie. En dat wilden wij hier ook verbeelden met dat kunstwerk. We krijgen heel veel positieve reactie. Mensen blijven hier staan als ze hun auto neer hebben gezet. Even kijken en verwonderd van over de bijzonderheid van het kunstwerk.